Het is 31 graden, de zon brandt lekker op de huid. Maar dat weer houdt de mensen er hier niet van om massaal in het zwart gekleed te gaan. Vandaag vindt de 10e editie van Fortuin ook plaats in Nijmegen. Op de line-up staan onder meer Hammerfall en Amon Amart. Maar voor wie komen de bezoekers in het bijzonder? Hoe houden zij het hoofd koel? En wie zien zij graag volgend jaar op de line-up staan? En hoe word je nou een echte metalhead? Wij gaan dat voor je uitzoeken. Het gaat niet zo goed met metalfestival Fortarock. De eerste jaren groeiden ze nog flink met als hoogtepunt een XL-editie in 2013... waarbij zo'n 50.000 bezoekers onder meer genoten van Rammstein als hoofdact. Die publiekstrekkers blijken steeds lastiger te vinden. Na Rammstein wist de organisatie nog namen te strikken als Iron Maiden, Slipknot en Nightwish. Gaandeweg werd het terrein al telkens iets kleiner en het bezoekersaantal minder. Met toch wel een nieuw dieptepunt in deze zomer. Amper 10.000 bezoekers wisten het Goffertpark te vinden en dat te bedenken dat elke betalende bezoeker een gratis introducee mee mocht nemen. De publiekstrekkers dit jaar stonden op naam van Children of Bodom, Behemoth en Amon Amarth. Bands die op eerdere edities nog veel vroeger op de dag geprogrammeerd stonden. We willen jullie even feliciteren in eerste instantie. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ben je er trots op? Ja. Ben je er trots op? Ja hoor. Ja, wel een klein beetje. Gaan we wel bescheiden, maar... Weet je waar ik je voor feliciteer? Nee. Het is de 10e editie van Fortarock dit jaar. Oh, dat is wel netjes. Ja, precies. Ja. Wij gaan u feliciteren vandaag. Oh, we moeten wel Holland spreken. Ik ben Duits. Oh, dan kunt u ook een beetje Nederlands? Een beetje kan Nederlands, ja. Oké, het is dit jaar de 10e editie van Fortarock. Ja. Komt u voor speciale bands? Vandaag Hammerfall en Amon Amarth. Oké. En als u nou bijvoorbeeld de bands voor volgend jaar zelf zou mogen kiezen, welke zouden er dan sowieso in komen? Nou hier? Ja. Terug? Ja. Maiden. Ja. Guns N' Roses hebben we laatste jaar nog gezien. What about Metallica? Nou, wat ik gehoord heb is dat het moeilijk was om grotere namen te halen en dat is waar me minder mensen op af zijn gekomen. Maar ik heb me er niet in verdiept. Wij komen hier voor Amon Amarth en gewoon te chillen. En dat is er, dus dat is helemaal prima. En hoe word je nou een echte metalhead? Dat is ook een belangrijke vraag. Dat ben je gewoon, dat hoef je niet te worden. Dus het zit gewoon in je bloed eigenlijk. Gewoon in je bloed. Kijk, maar ik heb een vraag. Jullie zien er nou niet per definitie uit als metalheads, hè? Nee, vind je? Nee, dat vind ik, nee, vind ik wel meevallen. Het valt een beetje uit de toon, hè? Ja, nee, dat valt ook wel mee. Maar hebben jullie misschien tips? Want ja, jullie zijn hier dan toch voor de kijkers om een echte metalhead te worden. Ja, we zijn dus 2 jaar dat we hier zijn en we zijn nog even steeds zoekende. Hè, hoe wij dat zelf moeten doen. Dus ja. Ik denk om een stukje piercing te nemen daar. Piercing nemen daar. En hoe word je nou een echte metalhead eigenlijk? Dat word je niet, dat zit in je. Dat zit in je? Ja. Dus je kunt de mensen die... Lekker jezelf zijn, goed metal luisteren en vrolijk zijn met iedereen. Hè? Kijk, dat is heel mooi. Wat zijn dan de do's en don'ts? Ledematen breken tijdens concerten. Maar dit is tijdens een pit gebeurd? Ja. Lekker man. Ja. Ja, hoe ging dat dan? Mijn hand klapte dubbel tegen het podium aan toen ik in de moshpit stond. Oké. Ja. En op deze hitte vandaag, hoe bereid je daar nou goed op voor? Blijven hydrateren. Heel goed, bier blijven drinken. Hoe bereiden jullie je nou voor op die hitte? Veel bier drinken. Veel goed blijven hydrateren? Ja. Oké. Ja, dat komt er nou aan. Dat komt wel aan. Wat een goudgele rakker hier. Hey. Dit is om te blijven hydrateren voor vandaag met die hitte. Wat zegt u? Dit is om te blijven hydrateren met die hitte vandaag. Ja, zeker. Je moet goed blijven drinken. Ja, precies. En als je toch mag kiezen, dan geef mij maar een biertje. Ja, toch wel lekker als een glaasje water. Je komt van oude heavy metal krant, weet je nog. Ja, doe dat maar. Ja, maar dat is lang geleden. Dat maakt niet uit. Nee, Luc, kom op! Nou ja. Luc, nou moet het gebeuren, Luc. Ja. Heavy metal! Meneer, ja. Mag ik u wat vragen? Ja. Want ik zie dat u zo'n leuke hoed op heeft. Ja. En ik vroeg mij af waarom u voor deze hoed heeft gekozen op dit festival. Serieuze vraag? Ik meen het serieus, ja. Waarom heeft niet iedereen deze hoed op?
dat kan inderdaad ook een goede vraag zijn. Ja. Maar het heeft wel een beetje een Mexicaans sfeertje en er zit geen achterliggende gedachte achter. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar de zon schijnt. Dit is zeg maar mijn parasol. En hij is kei vrolijk. Ik heb geen haar meer, hè? Dus ik kan echt de headbangen met dit ding. Ik ben stiekem ook heel jaloers op uw hoed. Hem kopen. Nou, heb je het naar je zin? Zeker. Hoeveelste editie is dit voor jou dit jaar? Forte Rock voor mij de eerste. De eerste? Ja. En wat vind je ervan tot nu toe? Prima bands, goede line-up. En wat vind je van het sfeertje? Het? Het sfeertje. Zeker goed, maar dat is eigenlijk bij ieder metal festival wel zo. Wat vindt u nou zo leuk aan dit festival? Wat een festival altijd leuk maakt, gewoon met z'n allen naar de muziek luisteren, biertje drinken en lekker weer. Ik zie dat u echt zo'n ontzettend leuke hoorn heeft. Ja, tuurlijk. Gebruikt u die als beker? Ja. We moeten toch tegen plastic werken. Tegen plastic? Ja, dat is goed, hè. Milieu, hè. Zeker, zeker. En wat gaat daarin vanavond? Of is misschien al, heeft er al ingezeten? Bier. Alleen maar bier? Nee, ook water om af te koelen. Ja, want het is natuurlijk hartstikke warm, 32 graden. Wat zijn uw tips nog meer dan water in een hoorn stoppen en vervolgens over jezelf heen? Bier. I was wondering why you are wearing two hats and you like a helmet for a motorbike. The first thing is because we can. And the second thing is I'm safety. Yeah, I'm. Safety first. Yeah, we are for 4 years right now here, and this is a tradition for us. Just coming back, giving the people metal, fries, croquettes, and beer. And what vindt u van de line-up van dit jaar? Nou, het kan beter. Ik mis bepaalde bands hier. En welke bands mist u dan? Was u zelf een line-up? Ram. Kan maar niet missen, hè. Dus Slijt. Also, ik mis je dat echt goede bands. Die hebben ze van dit jaar niet getrekken kunnen. En dat vind ik zonde. Wie zouden jullie graag willen zien op de line-up voor volgend jaar? Volgend jaar? Ik heb vorig jaar erg genoten van Parkway Drive. Die vond ik echt heel goed. Dus ja, Parkway Drive zou ik ervoor gaan. En jij? Ja, dit is echt zo'n vraag die ik niet kan beantwoorden, want ik weet eigenlijk heel veel... Zij Nightwish vorig jaar ook. Ja. Nightwish, dus de hele avond overgelopen. Ik ben echt een metal kneus, ik weet eigenlijk helemaal niks. En als je dan gaat kijken naar de line-up van volgend jaar, wie zou je dan graag willen zien? Nog een keer Iron Maiden? Vorig jaar was ik weer voor Nightwish, dat zou ik zeker nog wel een keertje doen. Sheena, Lamb of Gold, Saxon, Testament, ja, nog veel meer, maar iets bekender. Nou, ik zou Rammstein, Sabaton, Manowar, zo, die groep zou ik nog een keertje willen zien. Ik ben, wat neemt je opa? Ja. Weet je wat een opa is? Wat heb je gemaakt? Het is voor mijn, van mijn zoon, de dochter, ja. Die is 2 maanden. En zondag is, wat is taufen? Weet je wat in de kerk? Ja, het dopen, ja. Ja, dat zal het moet worden, of? Oké, okay. Okay, dat is wat de metal had moeten maken, ja. De toekomst. Voor de kindjes, die krijgen dit gewoon aan. De toekomst moet goed zijn. Kijk. De wereld kan ondergaan, maar metal... Oké. Okay. Metal will never die. Never.